Dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. We spelen straks in een lege zaal. Wel in onze zaal, zonder ons publiek. Dus het wordt aanpassen. Maar goed, de opdracht blijft hetzelfde. Twee overwinningen betekent een EK-ticket. Nou, ik denk dat het misschien ook wel een voordeel kan hebben dat je echt met z'n allen in een bubbel zit. En dat je ergens naartoe aan het werken bent met z'n allen. Dus dat het misschien ook wel een voordeel kan hebben dat je niet wordt afgeleid door andere dingen. Ja, ik denk dat we er zo naar moeten kijken en dan lekker naar die wedstrijden toe moeten gaan. Het is niet ideaal. Het is niet ideaal voorbereiding, omdat aantal meiden, de competities zijn stilgelegd voor aantal meiden. Dus je kan alles van vinden. Alleen de FIBA heeft besloten dat we moeten spelen. Dus laten we vooral concentreren op wat we wel moeten doen. En dat is gewoon twee wedstrijden, alles op de vloer achterlaten en hopelijk met twee overwinningen. Nou, met de groep die we hebben, hebben we eerder natuurlijk een summer window gedraaid, waarbij wij samen een week optrekken. Alleen doe je veel dingen echt samen. En nu in de huidige situatie mogen wij niet echt bij elkaar komen. Het kan wel, het mag wel. Maar de kans als iemand een besmetting van corona heeft, dat het hele team in quarantaine. Dus we moeten echt afzonderlijk gaan leven. Dus het heeft wel effect op onze teambuilding en de voorbereiding naar de wedstrijden toe. We moeten creatief zijn en we moeten uitgaan van onze eigen kracht en denken in mogelijkheden. We zijn al een gezellig team, dus we houden altijd van spelletjes en gewoon lekker kletsen met elkaar en zo. En nu moeten we dat op een andere manier gaan invullen om ons kopje wel gewoon goed te houden. En je kan van tevoren kan je natuurlijk ook op voorbereiden dat het anders zal worden. Dus het is gewoon mentaal is het even wat anders. Maar ik denk dat we dat als team wel goed op kunnen lossen.